What up, my bad gamers, en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we met de dames. En als jullie niet weten welke dames ik bedoel. Ik bedoel deze dames. Nou, deze dames. Oh, ik val mij om. Ja, wacht even, ik pak eventjes wat. Dit is een certificaat. Oh god. Dit is een certificaat van deze twee dames hier, oh. Dit heet een paardengame. Het zijn een soort van hagedissen. Ik heb ze al best wel lang. Ik had er ook eerst wat meer. Alleen, ja. Soms gebeurt dat in leven als je weet wat ik bedoel. Nou. Deze jonge dame hier, oh. Deze jonge dame. Zeg eens hallo. Angel. Hallo. Deze jonge dame hier, oh. Dat is Angel. En dan deze jonge dame is Twilight. Als je ziet. Kost veel stroom. Heel veel stroom. Maar wat deze dames dus doen. Deze kleintjes hier. Kijk. Ze hebben stekels. Alleen. Ze zijn niet echt zo hard. Het is gewoon om af te schrikken. Angel hier. Het is aan het vervillen. En deze dame ook. Dit is Angel. En dat is Twilight. Dat ze het nog een keertje weten. Even denken, wat eten ze nou? Ze eten vooral paardengraanvoedsel. Oftewel een daily diet. Het is gewoon allemaal een soort van gecompenseerde. Hoe noem je dat? Ja, hoe moet je dit zeggen? Een soort van graan en dat soort dingen. Ze houden ook heel erg veel van sla. Ik heb ze vanmiddag nog gegeten. Er is geen dingetje meer over. Angel, daarentegen, die vindt het heel fijn om hier altijd te zitten. Dan liggen ze er altijd onder, dat is haar plek. Terwijl het daarentegen gaat de meestal hier zitten en dan bekrassen het hele glas. Het is echt verschrikkelijk. Maar ze zijn echt... Oh, wat wil je zeggen? Ja? Wat wil je zeggen? Kijk de mond open doen. Ja? Als je ziet, ze hebben... Oh, ze ziet jullie. Ze hebben kleine tandjes. Heel leuk en allemaal. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen dan heb je natuurlijk altijd het verschrikkelijkste van al het werk. Ugh. Dat maakt niet uit hoor, maar dat is dus een... ja, je weet wel. Shit. Om het op een makkelijke manier te zeggen. Ja, eigenlijk die scheid, dus het moet... Weet je, het is moeilijk om te zeggen. Kijk, zie je, ze geeft gelijk. Dus ja, maar ik laat het dan gewoon een tijdje zitten en dan droogde het op. En was ik mijn handen, daarna gooi ik het in de prullenbak. Zo makkelijk het is het. Alleen, er zijn zoveel spullen die je moet hebben hiervoor. Het is echt niet normaal. Bijvoorbeeld al de lampen, we hebben hier... Ik weet niet, wat is dit, kreeg ik erbij toen ik ze kocht. Hè? Het ziet eruit als marijuana. Het ziet er gewoon uit als drugs. En daarentegen hebben we korrels. Korrels vinden ze echt geweldig. En natuurlijk alle lampen. Dus het kost echt heel wat geld. Maar de lampen gaan heel lang mee en dat is mooi. Ventilator had ik eerst ook hier. Oh. Alleen dat wil niet echt werken, dat is het probleem. Dan hebben we de... Als dat ding wil werken... Dat het ding nog wel werkt. Ik heb het lang niet gebruikt. Dit noemen ze de. Dit is waar je de temperatuur mee zou moeten meten. Alleen die dames die slopen dat ding, omdat het elke keer valt. Ik moet checken of dat ding het nog wel doet. Het is moeilijk te doen met één hand. Het is echt heel moeilijk. Nee, dat ding krijg ik niet los. Waarschijnlijk is hij ook kapot. Helaas. Zie je wat jullie me aandoen? Zie je wat jullie me aandoen? Jullie weten het echt niet, hè? Jezus, het kost echt verschrikkelijk veel geld, dat moet ik wel zeggen. En spoiler alert. De volgende video gaat over de honden. Alle vier. Ja, je hoort het goed. Vier. Niet vier. Vier. Nederlands taal, moeilijk. Ik had dus ook eerst een andere twee baardgamen, die bleken veel ouder te zijn. Die zijn helaas overleden, al een paar jaar geleden. Die heette Reptal en Repta.
origineel. Repto is een soort van Latijns voor hagedis. En dan weer Repto, die had dus calcium nodig, omdat zijn botten groeiden niet goed. En, of nou te zeggen, te snel. Dus had hij calcium nodig. Klinkt heel grappig. Zodat het niet door zijn huid heen groeit. Ja, klinkt kut. Maar dat is zo. Is echt verschrikkelijk, maar ja. Bleek dus dat hij 13 was. En normaal worden ze 12. Hij was over de leeftijd dat ze normaal worden. Dus, en die gast waarvan ik het had gekocht, zei tegen mij dat hij 4, 5 was. Dus ik denk, oh, gaat wel lang mee. Maar op een dag lag hij daar gewoon. Is niet fijn. Weet je, het is kut. Het is gewoon kut. Zie je, zelfs zij geschokt ervan. Zij zit er gewoon bij van. Ik weet niet wat er gebeurt met zijn eng. Nou, maar ja. Dat was het wel voor zo'n beetje voor deze dames. Nou, weet je wat? Ik ga nog een beter ding doen. Ik ga jullie... Oh god! Are you okay? Drop the camera. Ik ga ze even pakken. Oh god. Nou, ze willen niet meekomen. Oh nee. Dat was ook geweldig content waarschijnlijk. Gewoon kijken naar mijn mooie ja, plafond. Dames wouden niet meekomen. Ze zitten nu allebei zeer, zeer hard aan te staren. Look at that. Best thing ever. Oeh. Maar ja. Dat zijn dus baartergamen. Mijn huisdieren. Nou, dat was weer de video voor vandaag. Like, abonneer en zoals gewoonlijk. Bitch, dab!